Goedemiddag allemaal. Goedemiddag groep 8. Wat leuk dat ik vandaag van jullie les mag geven. En ik zal me eerst eventjes voorstellen, want ik ben Carlijn Achterreekte en ik ben een professioneel schaatser. Dat is mijn beroep. Dat doe ik voor mijn werk en daar ben ik elke dag heel erg druk mee bezig. Ik ben 30 jaar oud en ik kom uit Letterlen. Dat is een heel klein dorpje. Dat ligt in het oosten van Nederland. Dus ik snap dat jullie dat niet kennen. Dat geeft ook niet, want het is echt heel klein. Maar voor het schaatsen, want ja, de beste ijsbaan of de mooiste ijsbaan staat in Friesland, in het noorden van Nederland, in Heerenveen. En daar woon ik nu 9 jaar. Omdat daar wil ik het dichtst bij zijn, dicht bij de ijsbaan zijn om te kunnen schaatsen. En daar zijn alle faciliteiten. Daar kan ik mijn krachttrainingen doen. Daar kan ik met mijn collega's fietsen. Dus daarom woon ik in Heerenveen. Verder heb ik nog 2 broers. Ik heb een oudere broer en een jongere broer. Mijn oudste broer heeft ook altijd geschaatst. Dus dat was altijd heel gezellig dat we samen naar de ijsbaan konden. Woont mijn vader woont nog steeds in het kleine dorpje Letterlen waar ik dan vandaan kom. En ga ik jullie vertellen hoe word je Olympisch kampioen. Jullie mogen straks van alles vragen in de chat. Er zijn alle ruimte voor. Dus stel gerust je vragen dan. Ik hoop dat ik de meeste antwoord kan geven. Ik kan waarschijnlijk niet iedereen beantwoorden, maar ik doe mijn best. Maar ik ben dus schaatser. En dat doe ik heel vaak, maar ik doe niet alleen maar schaatsen. Want ja, als je alleen maar schaats, je moet ook beter worden. Dus wat ik ook nog doe, is fietsen en skileren. Vroeger had ik ook als hobby, vond ik wielrennen heel leuk. Ik kan ook een beetje, laat het straks nog zien. Ik heb mijn racefiets ook meegenomen. Laat ik straks nog even aan jullie zien op welke fiets ik zit altijd. Maar ik ben eigenlijk ook wel benieuwd wat jullie voor sport doen. Of er ook kinderen zijn die ook schaatsen. Of wat jullie hobby's zijn. Dus laat dat maar even achter in de chat. Want ik ben wel even benieuwd wat jullie nu vooral doen. Of wat voor sport jullie leuk vinden. Dus laat dat maar even achter in de chat. Dan kan ik dat eventjes, ben ik wel benieuwd naar. Want ja, jullie vinden het leuk om te horen wat ik doe. Maar ik wil ook heel graag weten wat jullie nu aan het doen zijn. Ik zie al dat jullie het heel leuk vinden dat ik bij jullie in het gesprek ben. Hallo Christiaan, zie ik al. Jens is aanwezig. Hoeveel medailles heb ik gewonnen? Heeft u huisdieren? Ik kom straks terug op al die vragen. Ja, wat mijn hobby's naast het schaatsen zijn, dat is wielrennen. Dat vind ik echt een hele leuke sport. En ik ben ook heel erg benieuwd. Dus wat jullie, ik hoor al dat voetbal. Leanne is dol op voetbal. Sylvijn zegt rugby en tennis. Oh, wat leuk. Ik vond rugby op school altijd heel moeilijk. Tenminste, daar was ik niet zo goed in. En Sam houdt van voetbal en Formule 1. Famke zit op voetbal. Wat leuk. Joost zit op scouting. Ik hoor veel hockeyers, dat is leuk. Was ik niet zo goed in. Ik ben niet zo van de balsporten. Ik heb trouwens ook niet alleen maar geschaatst. Ik heb vroeger ook op handbal gezeten. En ik heb ook nog getennist. Dus ik heb meerdere dingen gedaan. Ik lees korfbal, paardrijden en voetbal. Majorette, hey, dat is leuk, want dat heb ik ook vroeger gedaan. Echt superleuk. Die zijn goed sportief bezig. Nou, ik wil jullie een lesje geven. Hoe word je Olympisch kampioen? Nou, dat is de allerhoogste prijs die je kan winnen in het sportgebied. En 2 jaar geleden heb ik in Zuid-Korea, heel ver weg, heb ik dus Olympisch goud gewonnen. Nou, daar moet je natuurlijk heel veel voor doen. Want ik train elke dag en ook wel 2 keer op een dag. Dus ik train zo 20 tot 25 uur in de week. Dat is natuurlijk hartstikke veel en dat kan natuurlijk niet zomaar. Daar moet ik echt wel wat voor doen. Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd of jullie daar iets van weten. Dus kunnen jullie van mij, dat is een opdrachtje, kunnen jullie 3 eigenschappen in de chat zetten die je nodig hebt om Olympisch kampioen te worden? Ik ben heel benieuwd wat jullie daar, welke eigenschappen je daarvoor nodig hebt. Thank you.
Even kijken hoor, want ik moet even vet veel scrollen, want jullie doen heel goed mee. Echt super. Allemaal mensen ook voetballen. Dus eventjes... Het is een hele grote app, dus ik moet echt eventjes kijken waar jullie de antwoorden hebben neergezet. Dus denk er goed over na. 3 eigenschappen. Wat heb je nodig om Olympisch kampioen te worden? Ik ben heel benieuwd. Dit is niet bij te houden. Ik spreek je de hand uit. Ik ben er nog niet bij het einde. Oh, iemand vraagt ook nog, dat is wel leuk om even op te antwoorden. Iemand vroeg gevraagd wanneer ik eigenlijk ben begonnen. Nou, ik was 1 jaar of 8 toen ik ben begonnen met schaatsen. Dus ik ben al best wel lang al aan het schaatsen. En vanaf dat ik 20 was, toen werd het echt professioneel. En toen kwam ik ook in een commercieel team en toen studeerde ik nog wel een beetje, maar toen kon ik niet meer heel veel naar school. Want ja, als je de beste van de wereld wil worden, dan is het wel heel moeilijk om en naar school te gaan en te schaatsen. En op een gegeven moment ben ik gestopt met school, want ik had wel mijn opleiding afgerond. En toen wilde ik alles eruit gaan halen wat er in mij zat. En zodoende ben ik vanaf mijn 20ste ben ik echt als een professional, dus echt een schaatsprof gaan rijden. Dan is het heel moeilijk om helemaal naar die eind... Ik kan het ermee. 1400 berichtjes. Dat gaan we door de presentatie. En wat ik dus ook zo leuk aan schaatsen vind, is vooral die snelheid. Want het is misschien wel een leuk feitje. Schaatsen, je denkt, nou dat gaat niet zo hard. En op tv lijkt het misschien dat het niet zo hard gaat. Maar het gaat echt super hard. Oh, iemand. Ik kom even terug. Over de vraag. Wat voor eigenschappen je ervoor nodig hebt. Iemand zegt sterk. Ja, dat klopt. Je moet inderdaad zeker sterk zijn. Je hebt hele sterke benen voor nodig. Op zich hoef je niet hele sterke armen te hebben. Tenminste, voor het schaatsen gaat het vooral dat je hele sterke benen krijgt. Sterke bovenbenen. En even kijken of iemand nog meer goede... Ja, inderdaad. Je moet heel hard trainen. Klopt. Inderdaad, met alleen maar op de bank zitten, word ik niet Olympisch kampioen. Dat is een hele mooie. Sam, dat vind ik een hele goeie van jou. Jij zegt doorzettingsvermogen, passie en talent. Dat zeker. Dat is helemaal waar. Als je geen doorzettingsvermogen hebt, dan wordt het heel lastig. Je moet inderdaad alles ervoor willen doen. En echt, ook in sommige trainingen zijn ook echt niet altijd even leuk. Nou, net als jullie, je hebt vast wel eens les op school. Dan denk je, dat vind ik eigenlijk helemaal niet zo leuk. Nou, dat heb ik ook wel. Er zijn trainingen. Dan moeten we een bult oprennen, volle bak. Nou, dat doet pijn en dat vind ik niet zo leuk. Maar goed, dan moet ik weet toch dat dat nodig is om de beste van de wereld te worden. Dus doorzetten is zeker belangrijk. En talent, ja, je moet natuurlijk ook wel een beetje talent hebben om goed te kunnen schaatsen. Maar ik was ook, toen ik 1 jaar of 18 was, was ik echt nog niet zo goed. En dacht ik ook echt niet dat ik Olympisch kampioen kon worden. Dus ook met heel hard werken en geduld hebben, kom je ook een heel eind. Dus ik vind het mooi wat jullie allemaal als weer doorzetten inderdaad. Wat zeg je, ben je meer? Wat leuk, ik zie dus ook mensen die al schaatsen. Famke zegt ook doorzetten, inderdaad talent. Wel mooi dat jullie, volharding, wat een mooi woord is dat, hé? Wie zegt het? Oh, dat staat geen naam bij. Inderdaad sportief, je moet inderdaad, Lorenzo zegt dat ik sportief moet zijn. Ja, dat klopt ook zeker. Je moet inderdaad wel van sport houden. Als jij liever meer van het gamen bent, of, dan wordt het een beetje lastig. Inderdaad inzet, ja absoluut. Nou, heel veel goede antwoorden zie ik al. Dan heb ik gelijk een nieuwe vraag voor jullie. Wat denken jullie dat ik er allemaal voor moet doen? Om het beste te worden. Dat heb ik natuurlijk al wel een beetje verklapt. Maar laat maar even in de chat achter wat jullie denken, wat ik moet doen. Wat ik allemaal voor over moet hebben om Olympisch kampioen te worden. Ik zou even een klein tipje geven. Nou, bijvoorbeeld
En wat een mooie is dat ik eigenlijk, jullie zijn nog niet zo oud, maar wat ik wel lastig vond, dat ik niet altijd naar verjaardagen kon en niet altijd naar feestjes, want ja, ik moest altijd op tijd naar bed, omdat dat heel belangrijk was voor het schaatsen. Dus ik ben benieuwd, dus heb je een beetje een idee wat je ervoor op moet geven? Dus laat maar even achter in de chat. Ik vind het trouwens echt heel goed om te zien en heel leuk hoe actief jullie zijn in de chat. Ik heb echt al bijna 3000 reacties, dus ik kan natuurlijk ook niet bij iedereen antwoord geven. Maar ik vind het echt heel leuk, jullie doen heel goed mee. Inderdaad, ik zie ook nog steeds reacties van inderdaad wat je ervoor nodig hebt. Of welke eigenschappen, conditie. En ik zie heel veel talent en doorzettingsvermogen, daar is iedereen het eigenlijk wel over eens. Heel leuk. Inderdaad, motivatie hebben. Inderdaad, enthousiast hebben. Want natuurlijk uiteindelijk met... want dat is ook wel eentje de reden waarom ik nog steeds schaats. En waarom ik ook goed ben geworden. Is dat ik het altijd met heel veel plezier deed. Want als je er geen lol meer in hebt. Of je vindt het niet meer leuk. Dan stop ik er ook mee. Want ja, uiteindelijk... het is heel hard werken. Maar als je er geen plezier in hebt. Dan kan je beter iets anders gaan doen. Wat leuk, ik zie ook mensen inderdaad gefocust. Ja, dat is ook een hele goeie. Want inderdaad, ik moet heel goed mijn concentratie erbij houden. Nou, dat weten jullie natuurlijk als geen ander hoe dat moet. Want jullie moeten natuurlijk op school ook naar de juf opletten en luisteren. En al is dat natuurlijk soms ook wel eens lastig, dat weet ik ook. Dat vind ik een hele goeie. Even kijken, wie zegt dat? Iemand zei gezonde voeding. Heel goed. Ja, Joost zegt ook gezond eten, goed in sport, conditie. Heel goed. Nou, dan ga ik even kijken of jullie al antwoorden hebben gezegd op mijn vorige vraag. Even kijken. Ja, inderdaad. Jullie zeggen al wat ik ervoor moet doen. Nou, inderdaad. Goed eten, gezond eten. Natuurlijk eet ik ook wel eens een keer een frietje of een pizza, maar... Over het algemeen eet ik heel gezond, want je hebt heel veel energie nodig. En dat haal je wel uit gezonde voeding. Als ik alleen maar loop te snacken en chips loop te eten, dat zijn de verkeerde suikers. En daar krijg ik de verkeerde energie van. Even kijken wat jullie allemaal nog zeggen. Ja. Iemand schrijft ook geduld. Ja, ik heb zeker geduld nodig. Het is nu even rustig op de vraag, maar ondertussen ga ik wel even wat verder verkletten. Dan hou ik in de gaten wat jullie allemaal nog vertellen. Nou, eigenlijk vind ik het wel heel leuk om te... We hebben het natuurlijk over dat ik Olympisch kampioen ben geworden. Dat is ook mijn allermooiste prestatie. Dat was echt fantastisch. Dat is nu 2 jaar geleden en... ik heb nog heel veel beelden ervan en als ik terugkijk word ik nog steeds heel erg gelukkig. En het mooie ook leuke is, ik heb dus de medaille meegenomen voor jullie. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd, hebben jullie wel eens een Olympische medaille, een gouden gezien? Het is wel jammer dat ik jullie natuurlijk niet kan zien. En het leukste was natuurlijk als ik nu in de klas zou staan, dan konden jullie hem allemaal eventjes voelen en aanraken. Maar dat kan nu even niet vanwege natuurlijk de corona. Dus het is een hele gekke les eigenlijk, maar ik vind het wel heel leuk... Dat ik toch nog wat over mijn schaatsen kan vertellen aan jullie. En dat jullie zo goed meedoen. Kijk, ik laat jullie even de medaille zien. Kijk, dit is de medaille. En nu ben ik eigenlijk wel heel erg benieuwd. Want hij is best wel zwaar. Ja, dat kunnen jullie natuurlijk nu niet voelen. Maar hij is best zwaar. Kunnen jullie een gokje doen wat deze medaille ongeveer weegt? Kijken wie er het dichtst bij in de buurt kan komen. Kijk, dit is hem. Dit is de voorkant. Ik ga hem iets dichterbij laten zien. Er staat ook Pyeongchang op. Dat was de plaats waar de Olympische Spelen waren. Dat was in Zuid-Korea. En dit is de achterkant. Er zijn ook allemaal nog tekens op. Ja, ik vind hem natuurlijk hartstikke mooi. Vinden jullie hem ook mooi? Of zeggen jullie... valt tegen. Ik ben benieuwd. Ik
zie dat de chat wel een soort van... Oké, ik krijg volgens mij weer antwoorden. Ja. Ik kom nog even inderdaad terug op die vraag van... wat je er allemaal voor moet laten. Inderdaad, heel hard werken. Discipline, zegt iemand. Zelfverzekerd, ja. En wat ook soms ook echt niet kan... dat ik niet altijd naar familie kan. En allemaal leuke verjaardagen. Want ja... Uiteindelijk moet ik op tijd naar bed, goed slapen, goed eten. Er zijn heel veel dingetjes. Je moet wel wat ervoor opofferen. En ik kan niet altijd naar mijn vriendinnen toe. En dat heb ik ook moeten leren, want dat vond ik ook wel lastig. Want ik vind met mijn vriendinnen afspreken en allemaal leuke dingen doen, vind ik ook heel leuk. Alleen ja, als topsporter moet je soms heel strak werken. Je moet goed op tijd rusten. En alle extra dingen die ik erbij doe, ja, dat kost natuurlijk energie. En ja, dat is natuurlijk best wel pittig, want dat is gewoon moeilijk. Omdat dat zwaar is, de trainingen zijn zwaar. En mijn trainer, Jack Ory, die maakt best wel een pittig schema. Dus alles wat ik er nog extra bij doe, daar word ik wel moe van. Dan moet ik ook weer van rusten. Dus dat is wel, je moet er best wel veel voor laten. Nou ja, heel veel met vriendjes afspreken kan niet. En hoe zien die daar, wat er gebeurt. Wat zeggen jullie nog meer? Volgens mij hapert hij wel een beetje. Ja, gaat weer verder. Ik krijg helemaal dorst van al het praten. Winnaarsmentaliteit, dat zegt Abu. Als ik de naam goed zeg, hoop ik. Winnaarsmentaliteit, ja, dat is zeker. Kijk, als ik geen winnaarsmentaliteit heb, dan ga ik natuurlijk nooit winnen. Dus ik wil gewoon de beste worden. En daar heb je inderdaad heel veel winnaarsmentaliteit voor nodig. Even kijken hoor. Geduld, ja. Plezier, geluk, ja, absoluut. Het zijn allemaal hele belangrijke dingen. Want met alles wat je doet, plezier is dan het leukste, dan hou je het meeste vol. Het gaat echt niet helemaal lekker. Maar... niet zo. Nee, dat kan niet. Even kijken. Leuk, 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 leuk. Allemaal leuke reactie. Mensen laten ook nog steeds weten dat ze alle leuke sporten komen voorbij. Judo, paardrijden, heel leuk. Maar ik heb natuurlijk ook op school gezeten. En dat is alweer een tijdje geleden, want ik ben 30 jaar. En ik doe nu alweer 10 jaar aan topsport. Dus het is al even geleden dat ik, zoals jullie, op de basisschool heb gezeten. En die zitten allemaal in groep 8. Het laatste jaar natuurlijk. Volgend jaar gaan jullie allemaal naar de middelbare school. Spannend, heel leuk. Maar wat was ik voor meisje in de klas? Nou, ik was best wel rustig. En ik was vroeger wel wat verlegen. En... dat is wel toen ik wat ouder was veranderd. Maar wat ik vooral, ik vond het soms best wel moeilijk om goed op te letten. Want ik was wel een kletsmeisje. Dus ik kreeg ook wel eens van de juf te horen dat ik moest opletten. En dat ik niet te veel moest kletsen. En wat ik ook de leukste lessen vond ik als ik lekker bezig kon zijn. Dus de gym vond ik altijd fantastisch. Maar ook, ik had altijd een pauze tussen de middag. En dan ging ik altijd lekker met mijn vriendjes en vriendinnetjes spelen. En we deden pakketje en knikkeren. En ik ben benieuwd wat jullie nu allemaal doen. Jullie doen vast allemaal andere dingen. En wat natuurlijk ook een verschilletje is. Ik heb natuurlijk niet op school gezeten. Toen wat er nu is gebeurd. Jullie zitten nu thuis. Jullie moeten thuis leren. En jullie ouders moeten nu meester en juf spelen. En dat is wel even heel wat anders, want ja, er is iets gebeurd in heel de wereld, corona. Iedereen, heel veel mensen zijn ziek geworden, dat is heel verdrietig. En dat is wel
gek lesgeven nu, want je ziet nu de leraar niet en nu moet je thuis, ja, moet je thuis gaan studeren. Dat is best wel, nu moet je je ouders om hulp vragen. Ik ben wel benieuwd of dat een beetje goed gaat bij jullie en of jullie een beetje hulp kunnen krijgen van je ouders of dat je het lastig vindt. Of vinden jullie het, hoe zeg ik dat? Kunnen jullie een beetje de concentratie erbij houden of ga je heel snel liever naar buiten? En, het is wel jammer, want die chat loopt echt helemaal vast. Ja, en dus ik ben heel benieuwd hoe jullie dat ervaren en of dat een beetje lukt. En gelukkig zijn voor jullie zometeen is de meivakantie voorbij en kan je lekker weer wel aangepast. Volgens mij in kleine groepjes gaan jullie naar school straks. En dus ik ben heel benieuwd hoe dat straks gaat. En dus ik ben heel benieuwd hoe, hoe jullie straks weer les krijgen. Maar ik vind het fijn dat jullie, vooral de basisscholen kunnen straks weer lekker naar school. Kan je weer lekker met je vriendjes, zie je vriendjes weer. En het is natuurlijk wel een hele gekke tijd. Dus ik hoop dat jullie daar een beetje doorheen komen. Heel jammer, maar ik probeer dus nu jullie reacties te lezen, maar op de een of andere manier is de chat vastgelopen. Vertel nog iets. Het staat hier niet storen. Ik heb helemaal geen storen. Ik weet niet wat ik nu moet doen hoor. Vertel nog iets. Even kijken. Okay. Nu gaat hij weer door. Oh, wat leuk. Ja, de chat begint weer een beetje. Nee. Ik weet niet wat ik hier aan kan doen, hoor. Oh, de verbinding is verbroken. Oh, dat is een beetje. Ik denk dat hij een beetje overbelast. Want er zitten namelijk 6000 mensen in mijn chat. Dus ik denk dat het een beetje veel is. Maar ik vind het wel echt heel leuk om te zien hoe het gaat. En ik hoop dat jullie, me nog steeds horen. Tenminste, dat denk ik. Dus ik doe mijn best. Door te vertellen. Ja, nu had ik een vragenrondje, maar dat is nu even de vraag of dat kan. Kan ik ook een berichtje sturen? Kan je nog mij, Simone, gaat alles goed? Eventjes een check. Oh, top. Ja, het gaat allemaal goed. En het is alleen dat ik kan de chat niet. Die is een beetje vastgelopen, dus dat is jammer. Dus ik kan nu de vragen niet. Dus ik kan de antwoorden van de kinderen niet zien. Dus dat is heel jammer. Maar goed. Nou, wat ik nog wel heel leuk vind om te vertellen, ik doe natuurlijk alleen maar, ik doe natuurlijk ook schaatsen. En het leuke is, kijk, achter mij, ga ik even met de stoel heen rollen. Kijk, dit is mijn fiets. Kijk, ik schaats natuurlijk, maar ik zit ook, eigenlijk zit ik, merendeel van de tijd zit ik op mijn fiets. En dit is mijn racefiets. Staat nu in een soort tax. Daar kan je binnen fietsen, want... Ja, de coronaregels, gelukkig mag ik nog buiten fietsen, gelukkig. Alleen in sommige landen, zoals in Spanje, mogen ze niet eens meer de straat op. Dus dat is wel heel erg jammer. Dus dan kun je wel op zo'n fiets die achter mij staat, kan je gewoon lekker wel binnen fietsen. Dus dat is wel een hele belangrijke trainingsvorm. Dat ik zit heel veel op de fiets. Ik heb vanochtend zelfs ook nog getraind. Voordat ik jullie les ging geven, waren sprongtrainingen. En dus dat is wel heel leuk. En ik vind zelf wielrennen natuurlijk ook echt fantastisch. Want wij hebben natuurlijk, ons team is Jumbo-Visma. En wij hebben niet alleen een schaatsteam, we hebben natuurlijk ook een fietsteam. En daar zitten natuurlijk ook, die kennen jullie misschien vast wel, de Tom Dumoulin en Steven Kruiswijk. En, ja, dat, dus daarom vind het fietsen heel leuk om naar te kijken. Maar ik vind het ook heel leuk... om zelf op de fiets te zitten. En de chat begint weer een beetje te lopen, dus dat is leuk.
Alleen loopt het wel heel erg achter. Dus nou ja, als ik het zo meteen wat beter gaat doen, dan probeer ik nog even op jullie antwoorden. Dus als jullie vragen hebben, en dat mag van alles zijn, het mag over het schaatsen zijn, maar dat mag ook heel wat anders zijn, of over school. Stel ze allemaal in de chat, dan probeer ik daar nog antwoord te geven voordat de les zo voorbij is. Maar nu heb ik ook nog een opdrachtje voor jullie. Het leuke is, ik heb een huiswerkopdracht gegeven. En dat ga ik zo even voordoen. En daar ga ik zo even meer over vertellen, maar ik ga jullie eerst even kijken wat de opdracht aan jullie is. Dus let goed op. Ik doe het één of twee keer voor. En ik ben heel benieuwd of jullie dit kunnen. Het heeft natuurlijk met schaatsen, is balans heel erg belangrijk. Dus dat je je evenwicht kan bewaren op één been. En nu heb ik een kleine oefening, kan je helemaal zelf doen. Heb je niemand voor nodig, heb je geen hulpmiddelen voor nodig. Dus let goed op. Je gaat op één been staan. Je ene been hou je in de lucht. Die hou je voor je en dan ga je helemaal naar beneden, maar de voet mag de grond niet raken. Dus je gaat, het is heel lastig, ga je op één been en dan ga je weer omhoog. En dit been staat los, maar dan mag de grond niet raken. Dus je gaat op één been staan, probeer je balans en ga je helemaal naar beneden, zo ver als je kan. Als je niet verder kan, stop je en dan ga je weer omhoog. Deze voet mag de grond niet raken. Dus, het is natuurlijk een huiswerkopdracht en ik wil natuurlijk wel weten en zien of jullie dat kunnen. Dus, wat je er straks moet doen, als jullie dat willen en als het lukt, maak je er een filmpje van. En dat mag je op Instagram gooien, op Facebook, mag je allemaal delen. En dan moet je even twee hashtags gebruiken. Dan doe je hashtag Juf Carlijn en hashtag online gastles. Dat zie je nu ook op mijn PowerPoint. Dus op de voorstelling. Dus dan kan je nog even spieken wat je moet invullen. Dus ik ben heel benieuwd of jullie dit trucje kunnen. Of jullie op één been helemaal naar beneden zakken en dan weer omhoog. En je mag de grond dus niet raken. Dus dat is jullie huiswerkopdracht. Want jullie dachten misschien dat jullie alleen nu lekker mogen luisteren en in de stoel mogen zitten. Maar je moet er ook nog eventjes aan het werk. Dus ik ben heel benieuwd of jullie het lukken. Maar ik heb alle vertrouwen in jullie dat jullie dit goed kunnen. Dan ga ik nog eventjes in de chat kijken of ik nog wat vragen heb. Oh, mag ik even? Wie zit er naast je? Ja, ik heb een assistent in mijn, die zit naast mij. En heb je die stiekem gezien? Want die helpt mij een beetje met met de video dat ik net goed in beeld was en. Hij zit op 1,5 meter afstand, dus daar hebben we goed voor gezorgd. Er zit een hele grote ruimte. Even kijken of ik nog wat leuks ertussen ziet. Oh, iemand vraagt nog bij welke Olympische Spelen heb je geschaatst? Nou, dat was in Zuid-Korea. Dat waren de Winterspelen van 2018. Oh, dit is ook een hele leuke vraag van Marieke. Marieke vraagt, hoe kan je bij een ploeg komen? Ja, dat is natuurlijk best een lastige vraag, want ja, hoe kom je inderdaad bij een ploeg? Ik vind dit de beste ploeg van Nederland en eigenlijk misschien wel van de wereld, Jumbo-Visma. En ja, je moet natuurlijk goed zijn, maar je moet ook heel goed weten wat je wil en een goed verhaal hebben. En ik heb uiteindelijk zelf mijn trainer opgebeld en uitgelegd wat mijn motivatie was, wat ik leuk vond, wat ik wilde bereiken. En uiteindelijk heb ik een kans gekregen. Dus je moet soms ook een beetje geluk hebben dat je in zo'n team terechtkomt. Maar dat is een beetje gewoon doorzetten en niet opgeven. Want dat is echt, opgeven dat is geen optie altijd bij mij. Inderdaad, iemand zegt ook nog, wilt u Sammy zeggen? Nou, hoi Sammy. Ik vind het echt heel leuk dat jullie dat zo actief zijn. Even lezen hoor, wat jullie allemaal nog meer. Oh, jullie hebben hele goede antwoorden gegeven. Want die komen nu wat later binnen. Jinte zegt: talent om te trainen, talent om te pieken en te leven als een topsporter. Ik vind het een hele goede, echt super knap.
Hoe vaak heb je goud... Oh, iemand vraagt ook hoe vaak heb je goud, zilver en brons gewonnen? Nou, ik heb dus eigenlijk... op de Olympische Spelen heb ik alleen goud gewonnen. Dat was 1 medaille, zoals je hier... ik laat het nog een keertje zien. En ik ben ook een keer Nederlands kampioen allround geworden. Maar ik heb dus eigenlijk niet zo heel veel nog gewonnen. Ik heb wel heel veel zilver op plakken en brons. En ja, even kijken. Waarom ben je begonnen, vraagt iemand. En nou, ik vond schaatsen al vanaf jongs van heel leuk. Mijn vader nam mij altijd mee op slootje schaatsen. En ja, dat vond ik gewoon heel leuk. En ik vond het heel leuk, het wedstrijdelement, dat ik elke wedstrijd beter werd. Dus ja, ik had er gewoon heel veel plezier in. En ja, daarom ben ik het eigenlijk gaan doen. En ik vond de snelheid heel spannend. En ja. Even kijken. Ja, we zijn al bijna aan het afronden, denk ik. Dus vergeet niet je huiswerk. Gebruik de hashtag Juf Carlijn en de hashtag online gastles. En ik ben heel benieuwd naar de video of het gelukt is. Ja, dat kan ik niet zien. En natuurlijk wat ik heel leuk vind, over 2 jaar zijn de Olympische Spelen weer. En dan zijn de Olympische Spelen in China. En ik zou het heel leuk vinden als jullie ooit een keer in Tielf komen kijken, als dat kan. En anders kunnen jullie mij natuurlijk altijd volgen op Instagram of op Twitter of op Facebook. Dus ik vind het heel leuk als jullie mij straks gaan volgen. Ja, ik ben echt heel benieuwd of jullie deze les hebben, leuk hebben gevonden. En ik wil jullie echt super hartelijk bedanken dat jullie zo actief zijn in de chat. Want de chat kan het helemaal niet aan, zie ik. Want ik zit al bijna aan, ik heb al 8000 reacties, dus mijn computer heeft het zwaar om alles te verwerken. Oh, ik kan nog even een paar vragen beantwoorden. Hoe kan je oefenen in de zomer met schaatsen? Dat is een hele goede vraag. Normaal gesproken gaan de ijsbanen 6 weken open in Heerenveen. Daar staat Tialf, dat is echt de beste ijsbaan van Nederland. En die gaat dan 1 periode open en dan kunnen wij schaatsen. En iemand zegt ook nog iets... Hoe bereid je je mentaal voor op het schaatsen? Nou, dat is een hele goede vraag. Want inderdaad, je kan nog heel fit zijn, maar ook je hoofdje moet je er goed bij houden. En ik probeer altijd heel erg rustig naar muziek te luisteren en me helemaal af te sluiten. Dus geen Instagram meer aan, geen Facebook meer aan. Ik wil altijd niet afgeleid worden. Want als ik afgeleid word, dan gaat het niet goed. Inderdaad, Meerte zegt ook, goede support heb je nodig. En ja, ik heb een hele lieve familie. En die zijn eigenlijk reizen mij al overal achterna. Die gaan bij heel veel wedstrijden kijken. En dat is echt super vet. En ik heb ook een hele belangrijke vriendinnengroep. Dat zijn 10 vriendinnen bij elkaar. En die zijn zelfs ook mee naar de Olympische Spelen geweest. Nou, dat is wel dus inderdaad met veel steun. En nou ja, ik hoop dat ik ook straks jullie steun krijg met de wedstrijden. Dan bereid ik het voor, kan ik het goed volhouden. Nog even iemand vraagt, ben ik een keer gevallen? Ja, met topsport en met sporten sowieso, ik denk dat jullie dat ook weten, gaat het met vallen en opstaan. En ik ben inderdaad met fietsen wel eens heel hard gevallen, had ik heel veel wonden. En met schaatsen ben ik ook wel eens heel hard gevallen. Dus dat is niet zo leuk. En even een hele andere vraag, Elise vraagt of ik huisdieren heb. Nee. Ik heb geen huisdieren, want dat is wel heel lastig, want ik ben heel vaak weg. Ik ben heel vaak op trainingskamp, heel vaak in het buitenland. Dus dan is het niet handig om huisdieren te hebben. Dat is wel heel leuk, maar dat vind ik zielig. Ik vind ook als je huisdieren hebt, dat je er ook voor moet zijn. Volgens mij gaan we nu afronden, want de tijd zit er eigenlijk een beetje op. Ik vind het gaat nog steeds door op de chat. Ik probeer nog een paar, als ik nog wat kan zien. Ik geef echt, dat is heel jammer dat, ik kan natuurlijk wel, ik kan niet, het is niet gelukt om, ik heb natuurlijk gevraagd hoeveel deze medaille woog. En helaas loopt de chat een beetje vol dat ik dat niet kan zien. Dus dat is heel jammer, maar ik geef wel even een tipje van de sluier. Deze medaille weegt 600 gram. Dus dat is best wel zwaar natuurlijk voor een medaille. Dus als je hem ook voelt, het is jammer natuurlijk dat ik hem nu niet aan jullie kan laten zien. En dat is natuurlijk ook een beetje lastig met zoveel mensen. Maar ik wil jullie echt super hartelijk bedanken voor deze superleuke les. En ik hoop jullie een keer langs de ijsbaan te zien. En succes met jullie huiswerk. En
blijf gezond. En ik hoop dat deze crisis, met de coronacrisis, dat het snel weer voorbij wordt, dat het allemaal weer normaal wordt. Maar we moeten nog even geduld hebben. En vergeet vooral ook niet lief te zijn voor je ouders. Leuk dat jullie er waren. Doeg!